Hoe word je de beste overheidsorganisatie van het jaar? Ik denk door zo goed mogelijk antwoorden te geven op de vragen uit de samenleving, de vragen van je doelgroepen. Door prettig met elkaar samen te werken. Door goed te luisteren naar je personeel en door steeds de samenwerking op te zoeken met je partners en je klanten. En medewerkers de kans te geven zich verder te ontwikkelen en gebruik te maken van hun professionele ruimte. Door vooral de focus te leggen bij wat je gebruiker wil, niet alleen je eigen interne processen. Kijk en luister naar je klant. Ruimte, plezier en ondernemerschap bij de professionals. Als je heel veel werkt aan innovatie, maar ook aan talentmanagement. Dat moet je niet worden voor de overheid. Je moet overheidsorganisatie van het jaar worden voor de burger. Jeugdbescherming Regio Amsterdam is vorig jaar overheidsorganisatie van het jaar geworden. Door zich te focussen op hun klant en volledig te werken vanuit de missie. Ieder kind veilig. Als je gewonnen hebt, geniet. Wees er trots op. Laat het op je inwerken. Maar het brengt ook een dure plicht met zich mee dat je de kennis breed gaat delen. Ah, en dan ga ik nu een videocollege opnemen. Welkom, ik ben Erik Gerritsen en ik ga jullie vertellen hoe we met Jeugdbescherming Regio Amsterdam een fantastisch veranderingsproject voor elkaar hebben gekregen. Benieuwd naar dit en andere videocolleges? Volg dan de OMOOC Werken vanuit de bedoeling en leer hoe jij de beste overheidsorganisatie van het jaar kunt worden. AVRI, CBS en FIOD zijn dit jaar genomineerd. Wie van hen wordt overheidsorganisatie van het jaar 2015?